Ik heb Lars Scherpenzeel gevraagd als griffier wat er vanavond van mij verwacht werd. Ik moet mij dus voorstellen en mijn motivatie uitleggen. Ik ben Duncan Ruzeler, 35 jaar en vader van 2 kinderen. Ik treed de wereld met graag positief tegemoet, met enige humor en relativering. Die eigenschappen hoop ik ook mee te nemen in het wethouderschap. Ik ben 35 jaar geleden geboren in het gemeenteziekenhuis, wat dus nu niet meer bestaat, en heb mijn jeugd doorgebracht in de Olmelaan in Tuindorp. Een geboren en getogen Schiedammer dus, die de stad goed kent. Achtereenvolgens heb ik op het Windas op school gezeten in Schravenland. En ik heb bestuurskunde gestudeerd aan de Haagse Hogeschool, een tijd waarin ik fractiemedewerker ben geweest van Leefbaar Schiedam. En later heb ik wethouder Haan ondersteund bij de gemeente tijdens mijn studie. En tijdens het werk in de avonturen heb ik mijn master bestuurskunde gehaald aan de Haagse campus van de Universiteit Leiden. Ik heb veel ervaring bij het gemeentelijke besluitvorming en haar processen. En als bestuurskundige wil ik vooral waken voor de rollen en bevoegdheden van gemeenteraad en college en uw recht om daarin de kaders te stellen en ook het budgetrecht van de raad. Dan zullen wij u als commissie een aantal vragen stellen en daar kunt u dan op antwoorden. En ik zou willen beginnen met mevrouw Van Dijk. Dank u wel, voorzitter. Ik ben Sun Van Dijk, aangenaam kennis te maken. En bedankt voor de mooie persoonlijke inleiding. Dat was wat duidelijk te zien, jonge vader. Ik las ook in uw toelichting dat u 100% inzet wil geven voor Schiedam. Ik vroeg me wel af, in verband met het jonge vaderschap, hoe die inzet ingedeeld kan worden. Bent u volledig beschikbaar of heeft u ook nog taken als... u bent altijd vader, maar heeft u ook nog zorgtaken door de weeks? Ik was enigszins voorbereid op deze vraag, omdat we het ook in de procedure daarover hebben gehad. Ik heb daar met de burgemeester onder andere over gesproken. Ja, ik ben volledig inzetbaar, maar ja, ik heb ook nog zorgtaken. En op dit moment zijn die nog met name woensdagmiddag. Ik was in Haarlem werkzaam en dan was ik op woensdag, moest ik 4 uur per dag thuis werken, zeg maar. Dus dat deelden we dan wat vrij in, maar ik heb op zich ondersteuning om dat af te vangen. Dus dat zou geen probleem moeten opleveren. Dus voor mij was de woensdag altijd een zorgdag. Nou, dat zal dus op termijn verdwijnen, zoals het er nu voor staat. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag heb beantwoord. Sorry, maar verdwijnen in de zin van dat u in de toekomst volledig inzetbaar bent? In de toekomst dat we dat dus anders zullen regelen thuis. Daar gaat het met name om. En dan is de woensdagavond nog wel een discussiepunt. Maar volgens mij, de auditcommissie valt op woensdagavond. Daar zou ik graag met de auditcommissie van gedachten over willen wisselen. Maar aan zich hoeft dat geen probleem op te leveren. Dan zal ik zelf de tweede vraag stellen. We hebben uw cv gezien. Nou, dat klinkt als een klok. Maar in het leven treden ook wel eens tegenvallers op en dingen die minder goed gegaan zijn. De vraag is eigenlijk, kunt u daar een voorbeeld van geven van de laatste 5 jaar, waarin u toch tegenslag hebt ervaren in uw professionele carrière en hoe u daarmee bent omgegaan? Ik denk dat als het gaat om de laatste 5 jaar, u heeft gezien dat ik 2 jaar programmamanager ben geweest in Haarlem. Dat was een tijdelijke functie, dus ik wist dat er een risico was dat dat op zou houden. Met de reorganisatie die in Haarlem heeft plaatsgevonden, was er nogal wat management wat overschoot. Dus de programmamanagersfuncties werden daarvoor opgevuld. En daardoor werd mijn programmamanagementfunctie ook op een gegeven moment gezegd van, nou, u heeft 2 jaar een functie en dan bent u dus ook klaar en moet u wat anders gaan doen. Toen ben ik gevraagd om kwartiermaker voor de bestuursadviseurs te worden. En in eerste instantie heb ik dat gezien bijna als een demotie. Het ging ook om je hebt een voortgezette functie, dus qua salaris maakt het dan niks uit. Maar in wezen was het een lager ingeschaalde functie. Maar vervolgens toch met vol goede moed daaraan begonnen. En er ook weer achter gekomen dat die plek dicht bij het bestuur, die ik wel vaker heb vervuld, natuurlijk ook hier in Schiedam, echt wel de plek is waar ik me thuis voel en waar ik gelukkig van word. En juist in het Schiedamse wethouder te mogen worden, zal dat in den extreme zijn, verwacht ik. Dus dan heb je dus eerst te slikken en dan denk je van misschien moet ik wat anders gaan zoeken. Vervolgens krijg je dat aanbod en dan ga je twijfelen, dan ga je denken en dan toch vol goede moed de schouders eronder en ervoor gaan. En ja, zo zit ik er wel in en dat zal hier niet anders zijn. Dank u wel en dan is nu het woord aan mevrouw Wilton. Meneer Ruzeler, u komt redelijk radicaal openhartig over. En dat is prettig. Daar hou ik van. Maar u gaat 2 forse transities door.
als ambtenaar naar bestuurder en als opdrachtnemer naar opdrachtgever. Dat is een heel groot verschil met wat u nu gewend bent. Wat stelt u zich daarbij voor en hoe gaat u dat doen? Ja, dat is natuurlijk deels een lastige vraag, omdat je de rol nog niet hebt vervuld in het verleden. Kan ik u dus zeggen wat ik verwacht, maar is het dus de komende maanden heel erg ook de ervaring opdoen. Dus ik zal er ook eerlijk in zijn, hè. U heeft gezien dat ik de rol nog niet heb vervuld. Ik verwacht dat ik mezelf zal moeten afremmen om niet te veel in de uitvoering terecht te komen, want dat is natuurlijk altijd het risico als je veel weet van die plek. Maar ik heb ook meegemaakt dat ik 2 jaar in dat programmamanagement als projectleider van een groot project en een grote projectgroep steeds heb gekeken naar de collega's. Dat is ook wat ik terug heb gekregen achteraf, naar de expertise die daar aan tafel zit. En dat je je daar dus niet op mee gaat bemoeien. Mijn terrein als wethouder zal met name zijn om hier in de Raad met u te praten over de voorstellen die het college heeft gedaan als collegiaal bestuur. En hoe dat dan in de ambtelijke organisatie wordt weggezet. Daar zit mijn rol. En dat is dus aansturen, maar niet mee doen, zeg maar. Dus op wat afstand, met enige distantie daarnaar kijken. Ik verwacht dat het college me daarin scherp houdt. Ik verwacht dat de bestuursadviseur me daar ook af en toe wel eens wat over zal zeggen. En dat is iets waar ik steeds aan terug zal moeten denken. Dus het gaat om de grote lijn te pakken. En ja, dat heb ik als programmamanager wel kunnen doen. Maar dat kan ik u hier zeggen. Dat zult u de komende maanden moeten ervaren van mijn zijde. Daar verheug ik me dan op. Dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan mevrouw Polat. Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik u bedanken voor de presentatie. Ik vraag me af of u momenteel lid bent van de AOV en sinds wanneer? En bent u nog lid van andere partijen? Ik heb mijn VVD-lidmaatschap, want dat is dan eigenlijk ook waaraan u refereert waarschijnlijk, heb ik in mei opgezegd vanwege de landelijke ontwikkelingen waar ik zeer veel moeite mee had. En ik had op dat moment ook de gedachte dat ik ben al 4 jaar niet meer politiek actief. Ik ben in Schiedam sinds dat ik, we zijn 2,5 jaar geleden zijn we terug verhuisd hier naar de stad. Met heel veel zin, zeg maar, om weer in Schiedam te wonen. En ik heb me er heel bewust voor gekozen om me niet politiek actief te maken. En die wens ook niet gehad. Dus toen het AOV met deze vraag kwam, was dat voor mij een totale verstandsverbijstering. En dan druk ik het licht uit. Die had ik ook niet zien aankomen. Ik was op dat moment ook geen lid van het AOV. En binnen de procedure moet je dat natuurlijk wel worden. Dus dat hebben we inmiddels al rond. Dus nee, ik ben geen lid van andere partijen. En ik ben wel lid van het AOV. En ik sta daar ook volledig achter. En als u kijkt naar hoe ik ben aangevlogen, zeg maar, hè, niet gesolliciteerd, gevraagd, dan kijk ik dus met name naar een coalitieakkoord wat er ligt en een collegewerkprogramma. En dat moet ik uitvoeren als bestuurder. Ik heb het voordeel misschien wel dat ik niet als politicus heb meegedaan aan de campagne en niet heb meegesproken met coalitieonderhandelingen. Dus u kunt van mij verwachten dat dat coalitieakkoord mijn leidraad is en daar als onderlegger het partijprogramma, het verkiezingsprogramma van het AOV. Dank u wel, duidelijk. Is dat misschien een moment? Ja. Dat is misschien een moment dat mevrouw Van Dijk even een nadere vraag stelt. Ja, voorzitter, dank u wel. Want u zei in uw inleidende verhaal en zojuist weer dat u gevraagd bent door het AOV om te solliciteren. Maar ik heb nog een beetje de motivatie gemist waarom u uiteindelijk heeft besloten om te solliciteren. Ik ga ervan uit dat u alsnog wel heeft gesolliciteerd. En waarom dan toch ook in de vertegenwoordiging van het AOV? Ik ben u in ieder geval heel dankbaar voor de vraag, want dat is misschien nog wel een van het gemis van wat ik tot nu toe heb verteld. Waar ligt dan de motivatie? Kijk, ik heb zelf als fractiemedewerker voor Leefbaar, als bestuursadviseur, zowel in Schiedam als in Haarlem, heel dicht tegen het college aangewerkt. Het politiek is bijna mijn hobby te noemen. Het is mijn hobby. En ik heb als bestuursadviseur van mijn hobby mijn werk kunnen maken. En ja, dan krijg je vervolgens deze vraag en dan ga je je eerst afvragen van, ga ik dat redden? De hoeveelheid tijd, de verantwoordelijkheid die daarbij hoort, de zorg voor de stad. Ik heb heel veel affiniteit met Schiedam. Ik woon niet voor niks in deze stad, nog steeds na zoveel jaar. Ik heb me niet voor niks in het verleden ook actief gemaakt voor de stad. En ik ben ook heel bewust ambtenaar altijd geweest, omdat ik iets heb met de publieke zaak dienen. Ik denk dat als wethouder alleen maar beter tot zijn recht komt. En ik heb zoveel jaar wethouders zien functioneren en ik heb die functie altijd wel geambieerd, maar ook gedacht van, nou,
Ik denk dat dat niet aan mij gegeven is. Vervolgens krijg je die vraag. En dan is het wel, nou ja, onbescheiden, maar toch om te zeggen van dat zou ik willen doen. Ik wil dit heel graag doen. Dat is misschien niet direct een antwoord op uw vraag. Maar daar ligt wel mijn motivatie. Iets goeds doen voor deze stad en na een aantal jaar de stad beter achterlaten als dat je hem aangetroffen hebt. Ik hoop dat, nou, ik heb mijn afscheid in Haarlem inmiddels gehad. Hopelijk duurt dat 3,5 jaar, maar je weet het natuurlijk nooit. Ik heb wel politiek verlof overigens, dus ik zal terug kunnen keren op het moment dat u mij tegen mij hier zegt als gemeenteraad, we zijn klaar met je, of als de periode over is. En ik hoop ook dat ik Haarlem iets beter achter heb gelaten als dat ik haar heb aangetroffen. En daar heb ik wel mijn best voor gedaan. Dus het zit met name in het dienen van die publieke zaak en ook een bepaalde dienstbaarheid. Ik denk ook dat als je kijkt naar het onderzoeksrapport van BMC, dat daar ook nog wel iets zit waar zij een opmerking over hebben gemaakt. Ze hebben 3 referenten gebeld in Haarlem, mijn oud-leidinggevende. Mijn naaste collega die ook 3 jaar mijn leidinggevende is geweest en medekwartiermaker voor de bestuursadviseurs en de wethouder. En ze hebben elk afzonderlijk van elkaar, zonder dat ze daarop geprept zijn door wie dan ook, want ik heb ook tegen ze gezegd, nou ga maar bellen, ik heb er wel vertrouwen in, we zien het wel. Hebben zij mijn dienstbaarheid geroemd, zo werd het door BMC in ieder geval gezegd. En van daaruit heeft BMC ook gezegd van ja, maar vanuit deze rol kan je niet ieders belang dienen en moet je daarin keuzes maken. Dat is ook waarop ik wethouders de afgelopen jaren heb moeten adviseren. Van deze toezegging kan je niet doen. Je kan niet tegen deze burger zomaar zeggen, ik ga met je meedenken, ik ga je meehelpen. En nee is ook een heel goed antwoord van de overheid. Wij kunnen niet alle problemen oplossen. Dank u wel voor het uitvoerige antwoord. Goed om te horen dat u het publieke belang wilt dienen. Maar zit de motivatie er nou vooral in omdat het wethouderschap u heel aantrekkelijk lijkt? Of is het ook het onderliggende collegeakkoord wat u toch moet uitvoeren? Waar u zich, kunt u zich daar ook volledig in vinden? En dan ook vooral omdat u zegt Dat keuzes maken, u heeft natuurlijk ook nu een politieke rol daarin. Het collegeakkoord wat er ligt, het coalitieakkoord wat er ligt, onderschrijf ik volledig. En als ik kijk naar het programma van het AOV, om daar heel even te beginnen, hè, want dat is natuurlijk de basis waarvan je wordt niet geleverd, want je bent wethouder voor de gehele raad en niet alleen voor het AOV. Dan is dat een partijprogramma wat ik herken. Ik ben in het verleden ook, de heer Andreas Roze heeft daar nog wat over gezegd, heb ik op een CDA-lijst gestaan, onverkiesbaar, heel bewust, in 2010, zeg ik uit mijn hoofd. Als ik kijk naar het verhaal van het AOV, dan is dat met name op het sociaal domein, is dat wat linkser te noemen, hè, wat meer die zorg. En op het fysieke domein juist wat meer rechts georiënteerd, wat harder. En daar kan ik me wel heel erg in vinden. Dat zijn ook wel de partijen waar ik me in het verleden bij heb aangesloten. Als ik kijk naar het coalitieakkoord, dan denk ik dat de ambities op het gebied van sociale woningbouw heel erg sterk zijn. Maar ook dus juist weer die verbreding om ervoor te zorgen dat je dus niet alleen maar sociale woningbouw bouwt. Dat zijn allemaal onderdelen die ik absoluut kan onderschrijven. Dus ja, het coalitieakkoord zal ik volledig proberen uit te voeren binnen de portefeuille die ik zal krijgen. Absoluut. Oké, dan voor de laatste vraag wil ik het woord geven aan de heer Lepidus. Dank u wel, voorzitter. Uit uw cv is op te maken dat u zeker geen digibeet bent. Maar wat direct daaruit voortvloeit en heel erg opvallend is, is dat u nagenoeg geen digitale voetafdruk heeft. Is dat een bewuste keuze geweest van u? Of is dat gewoon een samenloop van omstandigheden? Deels, ik heb binnen Haarlem gewerkt aan het IPP, heet dat dan, het informatie- en participatieportaal. En dat gaat dus over hoe de overheid informatie verzamelt en die ook verspreidt in open source. Dus ja, dan ga je wel nadenken over de digitale voetafdruk die je achterlaat en wat dan verstandig is. Ik ben bijvoorbeeld wel erg gesteld op de privacy van mijn kinderen. U zag ze net wel in beeld, maar dan alleen vanaf de achterkant. Ik heb heel bewust, voordat het bekend werd dat ik wethouderskandidaat zou zijn voor het AOV, mijn Facebook-account bijvoorbeeld uitgezet. Omdat dat natuurlijk een account is waar veel privé-informatie op staat. Die was altijd afgeschermd, maar er staan ook foto's van mijn kinderen op. En die heb ik liever niet in het publieke domein. En voor de rest heb ik altijd het voordeel gehad dat ik ambtelijke functies heb vervuld. En dan ben je dienend aan het college. Dus dan gaat het niet zozeer om je eigen mening en die pushen.
Als Schiedam-Stad nog had bestaan, zoals dat vroeger bestond, dan had u daar in het verleden wel posts van mij kunnen vinden. Dus daar was dan misschien nog wel een digitale voetafdruk geweest. Maar dat forum, dat is niet meer. Dus dan blijft er nog maar weinig over en dat is alleen mijn LinkedIn en mijn Twitter. En Twitter stond altijd dicht en heb ik opengezet omdat deze functie eraan kwam. Dus dat leek me wel verstandig. Dan wil ik bij deze afsluiten en dan gaan we ons advies overdenken. Dank u wel. Ja, hierbij is de zitting beëindigd. Wij adviseren als commissie aan de gemeenteraad. Heel goed, voorzitter. Naast mij de beoogde wethouder nog, Duncan Russeler. Meneer Russeler, wat vond u van de vragen? Nou ja, deels zeer persoonlijk. Hè. Ik heb ook geprobeerd om transparant daar antwoord op te geven. Volgens mij is dat de enige manier waarop je tot een stadsbestuur kan toetreden. Je moet eerlijk en open zijn en dat heb ik altijd gepoogd. Dus dat is er ook uitgekomen. Volgens mij waren de vragen zeer gericht en pasten ze ook bij het onderzoek wat BMC heeft gedaan. Als dat onderzoek gelezen wordt, hè, het staat op de website, dan komt daar ook uit dat ik geen belangen heb. Dat ik altijd een ambtelijke functie heb gehad. En dat ik misschien dus wat saai ben voor zo'n onderzoeksbureau, omdat er niet zoveel over me te vertellen is, buiten dat ik altijd netjes mijn werk heb gedaan. Ja. Wat Jo zei, was heel erg open over de manier hoe je aankijkt op de gemeenteraad en dergelijke. U zei ook van, ja, misschien dat ik de meeste moeite heb om te schakelen van opdracht nemen naar opdracht geven. Kunt u dat uitleggen waar dan het wrijving zit? Nou, ik denk dat mevrouw Wilton heeft natuurlijk die vraag gesteld. Dat gaat dan met name over, ik ben altijd in een ambtelijke functie geweest, dus dan heb je de neiging om zelf de handen aan het bed te zijn, hè, en om de uitvoering te doen. En als wethouder moet je juist meer afstand nemen en is het ambtelijk apparaat verantwoordelijk voor de uitvoering en heb je ze aan te sturen. Dus je moet je dan niet te veel met de details bemoeien, maar juist de grote lijn te pakken. En dat is een andere rol en die heb ik nog niet eerder vervuld. Dus daar moet je wel op letten en dan moet je over nadenken. Volgens mij komt dat wel goed. Ik heb ook het idee, hè, de wethoudersvereniging heeft bijvoorbeeld intervisiesessies waarbij ze dus met nieuwe wethouders praten van hoe doe je nou bepaalde dingen aanpakken. En alle hulp is wat dat betreft welkom. Ik denk dat ik er wel uitkom. Ik heb altijd bestuurders moeten adviseren over dit soort rollen en hoe je dat dan moet doen. Maar nu moet ik het zelf ten uitvoer brengen. En dat is natuurlijk altijd anders en dat is ook wel spannend. Ja. Hoe nu verder? Want morgen is het bevrijdende woord voor u? Ja. Is het een bevrijdend woord of voelt u dan ook de last van het wethouderschap? Nou, volgens mij is het met name de uitdaging op dat moment. Ik zie dat wel als iets heel positiefs. Ik zou het met heel veel liefde willen uitvoeren. Dus het bevrijdende woord, ja, want de raad moet daar natuurlijk nog wel een uitspraak over doen. En ik heb ook echt gepoogd te vermijden om in de tussentijd me te veel over de inhoud uit te laten. Dat hebben we vanavond ook niet gedaan. En dat zal ik ook voor uw microfoon niet doen. Er komen nogal wat stukken aan de komende weken. Dus er is nogal wat spannends te bespreken. En deels valt dat straks in mijn portefeuille. Dus daar moet ik straks wel wat over zeggen. Maar het is nu eerst aan de gemeenteraad om daar een uitspraak over te doen. Dus daarna is het wel een bevrijding, denk ik, dat je dan de procedure door bent en het ook echt mag gaan doen. Wat dat betreft sta ik te trappelen om te starten. Ja. Morgen om 7:00, ja. Is het zover, dan komt het verlossende woord. Wat is het eerste wat u gaat doen als u als wethouder zijnde aangesteld bent? Nou, volgens mij is dat woensdagochtend, hè, aan de slag. Ik bedoel, morgenavond zal het toch met name de handen schudden worden en het stadserf volgen. Want dat is natuurlijk een belangrijke. Het Stedelijk Museum, of tenminste het Sint-Jacobs Gasthuis wordt besproken. De aanpak van het pand wat van de gemeente is. Dus dat ga ik volgen. En ik wil me daar graag woensdagochtend volledig op laten bijpraten. Want woensdagavond is in de auditcommissie juist dat onderwerp aan de orde. En ik ben niet bang, hè, niet bevreesd. Maar ik ga er wel vanuit dat ik daar ook het woord over moet voeren. Er zijn een aantal discussies die eraan komen, zoals de Eneco aandelen. En dat staat allemaal al op de commissievergadering. En dat valt straks allemaal binnen de portefeuille die ik mag gaan uitvoeren. Als morgen de raad maar ja zegt. Ja. U stapt wel eigenlijk, toch het weer een vraag, op een rijdende trein eigenlijk, hè? Ja, je komt een half jaar na de rest binnen. Ja. Dus dat betekent dat je bescheidenheid past. Dat je eerst moet gaan kijken hoe de rest het uitvoert en daarin meebewegen. Maar sowieso stap je op een rijdende trein. Want de coalitie heeft een coalitieakkoord gesloten. Er ligt een collegewerkprogramma. Er is een begroting vastgesteld in november. En die heb je uit te voeren. Nou, dat wordt ook mijn taak. Volgens mij is dan de bestuurder, die moet daar dus gewoon zijn mouwen opstropen en aan de slag. En dat is toch wel typisch, hè, een Schiedamse inslag. Dus die wil ik wel vasthouden.
Morgen zijn wij er ook weer bij. Dus ik wil u vast succes wensen. Het is nog niet zeker, maar goed, het blijft altijd nog eventjes onzeker. Morgen zijn wij er ook weer bij, bij Schiet TV. Zenden we het ook weer live uit. En met een beetje geluk zien we de heer Russeler met allerlei bloemen en een glas champagne proosten op een mooi wethouderschap. Dank u wel. Tot morgen. Tot dan.